Goedemiddag mensen, we zijn vandaag op de crossbaan. Het ligt er lekker modderig bij. Stijn is net begonnen aan zijn eerste opwarmronde. We gaan vandaag beginnen met deel 3 van onze trainingen. Tevens meteen ook de laatste van dit jaar. We gaan natuurlijk zelf nog wel trainen, maar dan zonder instructeur. Ze hebben de baan wel keurig proberen te vlakken en ze hebben alle modder eraf geschoven. Maar het is nog steeds zwaar voor de jongens, dus we gaan het zien vandaag. Ja, vanwege de zwaarte hebben ze vandaag de groep opgedeeld, twee groepen. Ze hebben hier links de jeugdbaan, dat is een volledig platte baan. Daar gaan in principe 50 cc's rijden en de beginners. Dan hebben we hier rechts de grote baan met een springbult erin, of in ieder geval de jeugdbaan. Die is met name nu voor de 65 cc. En daar rijden ook nog een paar hele snelle 50 cc's op mee. Dus we gaan zien vandaag hoe dat dag gaat vorderen. Als je de techniek bijhouden, vasthouden, dan gaat dat helemaal vanzelf goed komen. Maar in de motor zijn er wat regels. Wat ik net nog vertelde voor, het is heel belangrijk dat die motor op de gekkracht blijft. Het is zand, graag van de gas. Wat doet de motor dan? Zo of zo? Dan kiep je naar voren, of niet? Dan wordt die voren zwaar. Ga van de gas die motor doen. Zo, blijven op het gas, blijf dat voren licht. Ja. En blijft de motor stabiel. En dan kan ik overal heen komen waar je ook heen wil. Want dat hebben we geleerd. Wij zijn de basis van de motor. Ja. Het is wel hier ook belangrijk in de doorgetrokken bocht dat die motor ook op de trekkracht blijft. Want wat je hier nou krijgt, als die motor zwaar wordt, natuurlijk ook door de motor eraan en door het zuigen, dan ga ik van de gas af. Dat is die motor in. En dat wil ik hier niet hebben, dus die motor moet stabiel blijven. Zo, daar hebben we al heel veel gepraat, dus we gaan eerst oefenen. Oké? Okay? Ik zet eigenlijk die pion daar neer, zoals we dat alles gedaan hebben, een oranje pion. Tot naar voren. En dan wil ik dat jullie allemaal proberen die motor, de motor, op het gas te houden. Niet vol gas. De motor moet. En eruit. Dat is belangrijk. Oké? Okay? Aan op het rechte stuk, we rijden de bocht natuurlijk weer rond aan. Zo rond als het gaat. Ja, om de snelheid weer mee te nemen. En ook dat we de tijd hebben om te kunnen insturen hoe en waar wij willen. Gezien de zwaarte van vandaag hebben ze vandaag een spoedcursus modder rijden. Kijk, komt de kleine mannen weer aan. Vandaag is eigenlijk mee in de gang moeten is om te zorgen dat die motor trekkend blijft. We willen voorkomen dat die motor zwaar wordt en die wegzakt in de modder. Dus jongens, moeten op de gas blijven. Ja, dit is natuurlijk een hele uitdaging voor die kleine mannen. Neem me even mee naar de eerste bocht. Daar hebben ze met pionnen een bochtlijn uitgezet. Eigenlijk de jongens een beetje dezelfde lijn gaan rijden allemaal. Dat is tussen die pionnen hun gas ook volledig trekkend houden. We'll be right back.
Nou, jongens, zijn we even aan het opwarmen. We hebben net een half uurtje pauze gehad. We gaan dadelijk een volgende training beginnen. Nou, zoals jullie zien, het is lekker aanpoten voor de jongens. Plassen staan erop, het lijkt zo heel vlak. Maar het is met die kleine wieltjes toch wel een best doen. Ja, pijn in je armen. Die gaat vanzelf weg, jongen. Als je daar armen daar warm zijn, gewoon blijven rijden. Ik kan maar eentje stoppen om te vertellen dat hij last van zijn armen had. Nou, die armpjes moeten natuurlijk goed zijn best doen nu. Voor ons Stijn wat een aandachtspunt ligt, is dat hij vaker wat meer met zijn kruis richting zijn tank op moet kleien. Wat meer gewicht volgens motor moet zetten in de bochten. Blijft lastig, maar dat gaat vandaag vrij redelijk. We kunnen ook het staan met aanremmen, dat begint al te komen, dus we zijn niet ontevreden. Het zou mooi zijn als hij nou zijn gas nog een beetje constant kan hebben. Ja, het is lastig. Het doel van de jongens is eigenlijk dat ze een beetje als een aap op die motor gaan hangen. Dus die komt helemaal naar achter, de gewicht op de achterwiel. Dat de voorwiel wel lichter wordt. Kijk, dat zag er echt top uit. Alleen vanuit deze bocht vind je hem wel lastig. Papa die is super trots op jou vandaag. Want ondanks zoveel modder was, heb je zo goed je best gedaan. En ik zie jou iedere week alleen maar beter worden en beter worden en beter worden. En dit was nou de laatste training, hè, van Mart. Dus volgende week, de week erop, dan gaan we gewoon weer zelf rijden. Maar je hebt zoveel geleerd, vriend. En ben echt heel trots op jou. En wat vond je er zelf van vandaag? Goed. Goed? Mooi. Dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Hey mensen, ik wil jullie in ieder geval nu alvast bedanken voor wederom het kijken van onze video. En doe vooral liken, abonneer, dan kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken. En deze bandiet vindt het ook leuk dat jullie allemaal naar hem kijken. En wij leren steeds meer, er komen een hele hoop toffe video's aan. Ook met betrekking tot het onderhoud van de motor. We gaan nog suikers wisselen, we gaan nog van alles en nog wat doen. Dus blijf kijken, die video's komen ook nog. En hopelijk hebben jullie er iets aan. Dus mensen, dankjewel en bedankt weer.
Doei!